Het kenmerkend aspect over dekolonisatie, die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld, vormt eigenlijk het sluitstuk van een aantal kenmerkende aspecten die bij elkaar horen. Het gaat hier over landen die politieke onafhankelijkheid verkrijgen. En ik zeg al, het hoorde dus bij elkaar, dus we pakken er even een kaartje bij dat we al eerder hebben gezien. Hier zien we namelijk kenmerkende aspecten uit tijdvak 8 en tijdvak 9 in terug. Vanaf ongeveer 1870 begonnen de westerse landen aan modern imperialisme te doen, waarbij ze grote koloniale gebieden in Afrika en Zuidoost-Azië veroverden. En we zagen dat na de Eerste Wereldoorlog daar steeds meer verzet tegen kwam. Het nationalisme begon op te komen in die koloniën. Die begonnen zich te verzetten tegen die westerse hegemonie, tegen die westerse overheersing dus. Ja, en wat we nu dus zien in tijdvak 10, is dat er dekolonisatie op gaat treden. De westerse koloniën worden nu onafhankelijk. En dat dekolonisatieproces dat verloopt eigenlijk in drie golven. De eerste koloniën die onafhankelijk worden, die liggen eigenlijk bijna allemaal in Zuidoost-Azië en in het Midden-Oosten. Daar worden de landen grofweg tussen 1945 en 1953 onafhankelijk. De tweede golf vindt plaats in Afrika. Waar vooral het jaar 1960 bekend komt te staan als het jaar van Afrika, dan worden er heel veel landen in Afrika onafhankelijk van hun Europese en westerse moederlanden. En als laatste is er nog een kleine dekolonisatiegolf in de Cariben, het Caribisch gebied, waar bijvoorbeeld in 1975 Suriname onafhankelijk wordt van Nederland. Maar waarom vindt nu die dekolonisatie plaats? Nou, dan gaan we eerst weer even terug naar iets dat we eerder hebben gezien in tijdvak 9, waar het ging over dat groeiend verzet tegen dat westers imperialisme. En dan zien we dus dat er allerlei oorzaken waren voor de opkomst van de nationalistische bewegingen in die koloniën. Nou, die haal ik dus even terug. Dit komt dus uit die andere video, maar er zijn dus allerlei redenen waarom men in verzet kwam. Toch lukt het slechts een enkele kolonie om al voor de Tweede Wereldoorlog onafhankelijk te worden. In tijdvak 9 dus nog. Waarom gebeurt dat dan vooral na die Tweede Wereldoorlog? Nou, er zijn nu twee ontwikkelingen die dan nog aan toegevoegd moeten worden aan het overzicht dat we hier al hebben. En één reden daarvoor ligt in de Tweede Wereldoorlog zelf. En de andere ligt in de Koude Oorlog die na 1945 begint. En de reden die te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog zorgt ook meteen voor een verklaring waarom het hele dekolonisatieproces vooral in Zuidoost-Azië begint. Wat was er namelijk in die Tweede Wereldoorlog gebeurd? Japan had in Oost-Azië grote gebieden veroverd. En dat waren dus gebieden die in handen waren van de Fransen en van de Nederlanders. Bijvoorbeeld Nederlands-Indië werd door de Japanners veroverd. En Japan had de Aziaten laten zien dat westerse mogendheden wel degelijk te verslaan waren. Hé, dachten veel Indonesische nationalisten, die Japanners kunnen de Nederlanders verslaan. Zij zijn een Aziatisch volk, dan moeten wij als Aziatisch volk toch ook dat Europese Nederland kunnen verslaan. Dus die Japanse veroveringen gaven toch een soort extra stimulans of impuls aan dat Aziatische nationalisme. Die Europeanen zijn dus te verslaan. En dan zie je dus eigenlijk in 1945, als Japan zich heeft overgegeven en zich dus moet terugtrekken uit bijvoorbeeld Nederlands-Indië, of uit Frans Indochina, dat de nationalisten dan meteen de onafhankelijkheid uitroepen. De Nederlanders en de Fransen en dergelijke, die zijn nog niet in staat om meteen weer de grip op de kolonie, de controle terug te krijgen. En van dat machtsvacuüm maken die nationalisten gebruik. Daarnaast is dus ook de Koude Oorlog een belangrijke reden. Dat conflict dat we in een andere video, in een ander kenmerkend aspect ook terug zien komen. Dat conflict tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie vooral en hun bondgenoten. En daar zit hem ook in. Beide grootmachten wilden graag zoveel mogelijk bondgenoten. Dus ze gingen landen ook steunen om onafhankelijk te worden in de hoop dat ze dan in hun kamp terecht zouden komen. En dit zijn eigenlijk de laatste twee redenen die er nog nodig zijn om dat groeiend verzet uit te laten groeien tot dekolonisatie. Nou, welke gevolgen heeft die dekolonisatie dan voor die onafhankelijk geworden landen? Daar zullen we nu eens even naar gaan kijken. Je zou zeggen, hoera, we worden politiek gezien onafhankelijk, we kunnen onszelf besturen. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd meteen goed gaat. Want veel landen waren niet gewend om zichzelf te besturen. En er waren verschillende bevolkingsgroepen die soms ook bewust door de Europese overheersers tegen elkaar waren uitgespeeld. Die nu samen een nieuw land moesten vormen. Dus in veel landen zie je dat er een soort dictatuur ontstaat, waarbij na een aantal staatsgrepen een dictator de macht in handen krijgt en dat er weinig vrijheid of democratie is. We zien ook dat er burgeroorlogen ontstaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen in die landen. En dat is een periode die soms al tientallen jaren in beslag neemt.
Ook op economisch gebied zou je kunnen zeggen, hoera, we worden niet meer economisch uitgebuit. Maar het feit is wel dat de hele economische structuur was in handen van westerse bedrijven. En die westerse bedrijven die blijven er eigenlijk gewoon zitten in die kolonie. En de economische overheersing en uitbuiting door het Westen gaat eigenlijk gewoon door. Grote bedrijven zoals Shell bijvoorbeeld hebben nog steeds heel veel macht in landen als Nigeria, om maar eens iets te noemen. En het is voor veel landen in Azië, in Afrika en in het Caribisch gebied nog een heel lang proces geweest van de onafhankelijkheid zelf naar een stabiel land waar het goed gaat voor iedereen. Dat is zelfs nu nog steeds niet helemaal gelukt voor ieder land.